Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 5 februari van Weerplaza. Het was vandaag op veel plaatsen een bewolkte dag. Het werd 4 graden in het oosten van het land tot 7 of 8 graden in het noordwesten. In het noordwesten heeft vandaag wel de zon geschenen en dat is goed te zien met de satellietfoto, hier de opklaringen. Van het westen uit neemt de bewolking echter toe vanavond en vannacht en morgen krijgen we te maken met een storing die trekt van west naar oost over ons land. En daarna blijft het uitermate wisselvallig. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten zijn eerst nog een paar opklaringen. Daar koelt het af naar 2 of 3 graden. In het westen ligt de minimumtemperatuur rond een graad of 4. Later vannacht is de bewolking dik genoeg, zodat het in het westen kan gaan regenen. Morgen breidt de regen zich naar het oosten uit. En er kan plaatselijk veel regen vallen, zo'n 15 mm. De meeste regen is weggelegd voor het noordwesten van het land. In Limburg valt de minste hoeveelheid, zo'n 2 tot 5 mm. Daarbij is het wel erg zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt 5 graden in Groningen tot 8 in het zuiden van het land, bij een zwakke tot matige wind vanuit het zuiden. Op donderdag is het wisselvallig, met in de ochtend een paar buien. 'S middags knapt het op, maar in de avond vallen opnieuw een paar buien. Het wordt 8 tot 9 graden bij een stevige wind vanuit het westen. Ook vrijdag en in het weekend waait het flink, mogelijk hard tot stormachtig aan de kust. Verder is het vrijdag grijs en regenachtig en ook in het weekend vallen er een paar buien. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.